Her en der word je al fietsend ingehaald in Almelo door stinkende scootertjes en direct daarna zit je in een vieze walm. Je krijgt de vieze lucht, krijg je binnen. Je kunt er niks aan doen, je kunt nergens naartoe. Maar je hebt er niet om gevraagd. Uitlaatgassen, dat is waar het hier om gaat. Ja, die stinken gewoon heel erg. En ik fiets door de stad en ik heb altijd last van die stinkende scooters die bij het stoplicht staan. Die geven gas en dan fiets ik er achteraan en dan iedere keer moet ik naar links of rechts uitwijken om niet in die wallen te hoeven te fietsen. En toen dacht ik, goh, weet je wat, als we nou die eigenaren van scooters een klein beetje geld geven, moeten ze die scooter inleveren en met dat geld kunnen ze een elektrische scooter kopen of een elektrische fiets. Ik heb zelf het idee dat ze een beetje overrompeld waren met dit idee van hoezo en wat en wie bent u. Daar ging de vraag over. Terwijl ze eigenlijk het probleem, er waren een aantal raadsleden die zeggen, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee, je moet dat. Maar waar halen we het geld vandaan? Alleen, ja, de gemeente Almelo heeft wel geld. Alleen, die wordt niet ingezet om de lucht en de longen schoon te houden van luchtvervuiling. Ja, ik zag een maand geleden weer die bladblazen van de gemeente voorbij komen. En dat is iedere jaar hetzelfde liedje. Overal lawaai, lawaai, lawaai. Allemaal van kettingzagen, bladblazers van de gemeente. En maken ook luchtvervuiling. Die zijn allemaal met accu verkrijgbaar. En ik heb gevraagd aan de gemeenteraad of ze bij de aanschaf van nieuwe grasmaaiers en kettingzagen en bladblazers dat dan voortaan elektrisch aangedreven op accu. Als ze die dan aanschaffen, als ze dat willen. En dat op de begroting zetten. Nou, en daar kwam geen ja, geen nee op. Ik ben milieukundige van huis uit, als beroep. En het valt mij op dat aan luchtvervuiling in Almelo eigenlijk niks wordt gedaan. En toen dacht ik, ja, dat moet toch een keer gebeuren. Iedereen praat erover, ze gaan met zeilboten de hele wereld rond. Maar in Almelo aan de luchtvervuiling, er gebeurt helemaal niks. Alleen het stoplicht staat op rood en groen. En ik denk, ja, daar moet ook wat meer aan zijn te doen. Er waren een stuk of vier vragen daarover. Ja, wel sympathieke ideeën. En er was één raadslid die zegt van, ja, waarschijnlijk is de meerderheid hier wel voor. Nou, toen kwamen er al vingers van, ja, we zijn het er niet mee eens. Dus met andere woorden, wij als raadsleden willen hebben dat de longen van met luchtvervuiling worden verontreinigd. Dus ja, een beetje raar wat ze dan zeggen als raadslid.